Ja, even een interviewtje. Even een interviewtje. Jullie zijn even vast. Wie is de mol? Ik denk Johanneke. Johanneke? Ja. En waarom? Stil oogcontact gemaakt en ja, dat ontliep ze een beetje. Dus oké, okay. Dit is een stiekem, of? Oké. Okay. En een team. Ik duik gewoon gelijk de boot in. Ja, applausje, heel goed. Kijk, hij heeft weer fluitketentje. Ja, ik kan het ook, hè? Ja, even niet. Even iedereen weghouden hier. Oh, ik kan weer gaan. Ik kan weer gaan. Het vuur zit alleen om. We zullen het vuur aan. Ik weet allemaal dat je de mol niet bent. Wie is volgens jou dan wel de mol? Wie vermoed je? Ik denk dat Corine is. En waarom? Paul. En hoe kom je bij Paul? Omdat ik vind dat hij stiekem gestomme tegen zit te werken. Oké, Paul dus. Maar jij doet hij dat altijd wel een beetje voor. Dus ja. Okay, maar jij bent de mol niet. Ik? Ja. Nee. Ben jij de mol? Niet. Ik ben de mol niet. Wie is dan volgens jou de mol? Nou, ik denk dat Christa is of Paul. Ik denk Paul dat Piet de mol is. Piet is de mol. Dat weet ik niet. Oké, okay, dus zij zet zich geld op Paul. Ja. Top. Wie is volgens jou de mol? 3, 2, 1 en het definitieve antwoord is... Gerard. Dat was een Paul. Links, echt links. Heel goed. Links. Nou kan je niet meer nat worden, hoor. Ja! 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 Beter! Ja, je bent er hoor. Ja hoor, ja hoor, ja hoor. Woehoe! Ik ga je Dressman! Dress Orca Man! Woehoe! Zorg voor dat je niet glijdt. Oh! Waar zijn geluiden bij, Bram? Hey, je rol is op de orka! Je rol is op de orka, zegt Paul. Je rol is op de orka! Dat wordt een boika! Daar gaat het. Ja, snel. Ja, door het applaus. Uit, hoor.